Een heel erg goedemorgen, Tom van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang. Goedemorgen. Dag Tom, goedemorgen. Ook jullie hebben een actie gedaan voor Music for Life. Wat hebben jullie gedaan? Ja, klopt. Wij hebben tasjes laten drukken met ons symbool, de Vlaamse Leeuw. We hebben dat verkocht aan leden, sympathisanten, familie. En voor welk goed doel hebben jullie gekozen? We hebben het doel Stop Darmkanker gekozen, omdat onze voormalige fractieleider in het Vlaams parlement, Joris van Oudhem, dit jaar overleden is aan darmkanker. Dus dat goed doel ligt ons nauw aan het hart. En daar hebben we gekozen voor de Divisie 2 Stop Darmkanker. Oké, dat is heel erg duidelijk. En ook vaak heel logisch dat mensen iets kiezen wat hen nou aan het hart ligt natuurlijk. Dus die tassen hebben jullie verkocht aan vrienden, leden, sympathisanten. Hoeveel heeft dat dan opgebracht? Ja, we hebben er al wat verkocht en we hebben met de opbrengst, de marge van de tassen, hebben we €3.826 opgehaald. Wat een bedrag. Een mooie vlam, die krijgen jullie daar ook bij. Zo, oh, lekker warm zeg. Het begint een beetje koud te worden, vind ik precies toch. Welke plaat mag ik voor jullie spelen? De persoon die overleden is, Joris, was nogal fan van Ierse muziek, Ierse volk, maar dat is niet echt 100% Studio Brussel. Ze hebben gekozen waar een Ierse invloed in zit, dus Somebody van de Cranberries. Oké, dat is heel erg goed. Dankjewel om zo vroeg naar hier te komen. Dankjewel voor Stop Darmkanker. Danker. Stop Darmkanker. Het is bijna gedaan. Nog even. Te steunen. Voilà. Tussenuit. Merci, gasten, en tot de volgende keer. Bye. Brussel. Music. Music for life.